Let's play. Nou zei hij het wel, hè? Let's play. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. Nieuw Super Mario Bros. Wii. Ik ben er weer, Zelda Player 20. En ja, we zitten weer in het doordeweekse schema. Dus we zijn weer terug met nieuw Super Mario, zoals ik al had gezegd. Ik heb het al gezegd, dus waarom zou ik het nog een keer uitleggen? We zijn dus in wereld 3, sneeuwwereld. En dat komt eigenlijk best wel grappig uit, want ja, de kerstmaand, december, Sinterklaas hebben we gehad. Ik hoop dat iedereen een leuke Sinterklaas heeft gehad. Ik zelf heb ook gezellig gehad, met mijn ouders langs geweest. Heel gezellig, leuk, noem maar op. En jullie zijn helemaal geweldig, want serieus, ik maak fouten van hier tot en met kinderen in de vorige opnamesessie. Over de namen van de werelden, van de koepeling, zeg maar, die daar zitten. En iedereen die was er echt zo over van, nee, je hebt het verkeerd, je hebt het verkeerd. En nou heeft Tom Post, die heeft een lijstje voor me neergemaakt. Zodat ik zeker geen fouten meer in de toekomst zou maken tijdens deze Let's Play. Tom Post, nogmaals bedankt daarvoor. In wereld 1 was het Larry, in wereld 2 was het Roy. Dus, mijn excuses daarvoor, ik maak me over. In wereld 3 komen we Lemmy tegen, dus dat gaat wel goed komen. Ik ga die fouten niet nog een keer maken. Dus wereld 3-1, laten we er maar gelijk in duiken. Waarom ook niet? Ik begin alweer gelijk een minuut te leuteren van hier tot het begin. Ik heb 81 levens. Hopelijk niet zoveel faals. We zullen het zien. Oké, nou, we hebben vuurballs en we hebben... Oké, dat was nogal... Had ik nou een vertraging in mijn... Maakt niet uit. We hebben een penguin suit. Dat is de nieuwe suit, zeg maar, die we hier tegen kunnen komen. Daarmee kunnen we gelijk... Dun. Volgens mij moest ik daar gewoon overheen springen. Geen zin in. Stylish is voor, niet voor mij. Is niet voor mij weggelegd. Dus, ja, ijswereld. Leuk. Ik bedoel, komt al een beetje in die cashfeer. En voor de mensen die het willen weten, ja, ik heb een golden coin. Nee, ik heb mijn kerstboom, die staat alweer. Dus, waarom kun jij blijven vliegen? Mario logica is met een broodje gezond verstand. Takaboki. Of zoiets in niet, man. Weet ik veel. Oké, dus, nou, zoals altijd, het is weer de bedoeling dat we dus, zeg maar, alle starcoins gaan halen. En mocht er dus, zeg maar, een secret to everybody zitten, dan laat ik die zien, zover dat ik die weet. De belangrijkste secrets to everybody zijn dus voornamelijk de starcoins. En als ik benieuwd is hier, yay! Hier zit een leven, maar ik heb geen zin om die te pakken. Ik bedoel, serieus, ik heb levens genoeg. Hi. Maar, waarom kan ik niet bij die checkpoint komen? Ik spring gewoon op jouw hoofd. Dat was zeker niet erg. Ah, daar zit weer onze starcoin verborgen. Dus dan gaan we daar maar eens eventjes naartoe. Dus, Pangwang, je bent nogal irritant. Wow, 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 saving. Deed ik veel langer over als dat nodig was. Deze die is nogal tricky dikkie gemaakt. Wat je moet doen is, je moet die piranha plant daar bevriezen. Dan kun je erop staan en kun je die coin pakken zonder enig probleem. Ik was een beetje te kort aan, maar adem ik voor dat, Erik. En daarboven zit niks. Why wasting time? Ik heb geen idee. Dus, ik moet wel zeggen dat ik de muziek wel leuk vind, hoor, van de nieuwe Super Mario Bros. Ik krijg weer een sterretje. Nee, weer een... Ik krijg hier wel heel erg veel power-ups, moet ik zeggen. Nou ja, maakt niet uit. Slide. Jump. Jump. Haal ik dit? Oh, shit! Serieus? Skills. Daar. Misschien was het niet zo'n verkeerd idee om eigenlijk hier gewoon al een mushroom te pakken doordat ik hier weer de penguin suit heb. Maar ja, ik ben een dummy, zoals jullie dat weten. Oké, nou die tweede 13 was dus totaal zinloos. Mijn excuses daarvoor, dat was niet de bedoeling. Maar dat maakt niet uit. Oh, kom op, kom op. Ik heb hem wel, ik heb hem... Ah, nee. Nee, ik heb hier de penguin suit voor nodig. Zit hier geen Koopa of iets die ik heel eventjes kan misbruiken? Ah... Serieus, de penguin suit is voor meetjes. Voor sissy girls. Want ik ga gewoon erin. Via tricks. Tricks en tricks are for me. Want ja, we hebben hier ice physics. Dus dan doen we het gewoon zo. Ik bedoel, ik ga niet nog een keer mij killen omdat ik daar zo plezier in heb of zoiets. Ik bedoel, dat ging volkomen fout. En oh, dit wordt tricky dicky. Ja, hier zou je normaal gesproken zeg maar een ijsbloem voor nodig hebben om die mensen, de, of die beesten dus zeg maar eigenlijk een beetje te bevriezen. Maar volgens mij hou je dat niet! Nee. Ik ben zo terug. En weer skills! Zoveel faals, echt. Mijn geluk gewoon weer. Ach ja, maakt niet uit jongens. In ieder geval, jullie hadden dus een hele belangrijke vraag gesteld.
Sommigen die wouden dolgraag zeg maar de dead count bijhouden. Nou, en of ik dat leuk zou vinden of ik dat zeg maar op prijs zou stellen. Ga jullie gang zou ik zeggen. Als jullie dat leuk vinden, dan ik hou jullie echt niet tegen. Veel plezier ermee. Ik vind het echt... Ja, aan de ene kant is het wel leuk om dat op het einde van de Let's Play te horen. De vorige keer was dat een beetje fout gegaan toen. Maar ja, als jullie dat graag bij willen houden... By all means! Ik vind het een leuk idee. Ik bedoel, go for it. Waarom ook niet? Nou, in ieder geval, we hebben hier weer onze soort van fans gehad. Joepie. Mijn excuses daarvoor, want dat was niet de bedoeling om zoveel fans te hebben. Maar ja, aan de andere kant heb ik ook wel een beetje show-offery kunnen hebben. Dus, maak je daar maar geen zorgen over. Dus... Oké, nou, ga gewoon door naar wereld 3-2. Waarom niet? Ik bedoel, het is koud. Het is nogal sneeuwig buiten. Nou ja, op dit moment... Ja, het is maandag. Natuurlijk faal ik veel maandag. Grappig is, nieuw Super Mario Bros. Neem ik altijd op maandag op. Ah, nou hebben we geen pinguïn. Ik weet niet, maar eigenlijk zou dus de pinguïn suit beter zijn dan de ijsbloem. Omdat een ijsbloem die kan... Oh, ik kan die dingen oppakken, ja. Dat was ik helemaal vergeten. Maar ja, eigenlijk is dus een pinguïn suit beter. Omdat, ja, een pinguïn suit daarmee kun je dus zeg maar beter mee sliden. Terwijl dat een ijsbloem die zorgt er alleen maar voor, zeg maar, dat je... Ja, een ijsbloem dat... Kun je alleen maar mee schieten. En... Oh, hebben we nou ook allemaal loten die zeg maar... Oké. Okay. Eeraanval! Ik ben sneller. Bullet Bill, je bent nogal een beetje frozen today. Let it go. Do you wanna build a snowman? Geef. Okay. Zit daar boven. Lijkt wel of er iets boeiends boven zit. Ach ja, ik heb een ster. Ik ga mijn tijd daar niet aan doen. Nee. Nee. Not gonna happen. Oh, jeez. Oh, gee! Ik wou te snel gaan. Dat was niet slim. Dat was niet slim van mij. Oké, geef me een ijsbloem. Gimme. Oké. Paas erop, hè. Mag alleen maar schieten als ik niet in de buurt ben. Oké, nou, ik denk dat hier beneden dacht ik een... Ik zeg jullie allemaal jullie pentjes. Daar gaat hij weer. Nee. Oké, als ik niet vergis, moet ik hier een brug bouwen van Bullet Bills. Nee, daar heb ik geen zin in. Hoppakee. Walljumpen, dat werkt toch goed. We hebben onze tweede munt. En voor de mensen die het willen weten, ja, ik weet waar hier de secret ending zit. Nogmaals, bij het begin van een level mocht daar een secret ending in zitten. Dan laat ik dat zeker weten van, hé jongens, dit level dan moeten we twee keer doorheen. En dit level is niet één daarvan, dus om eventjes verwarring tegen te gaan. Muntje! Weten jullie dat ook wel gelijk. Dus we zijn in dit level eigenlijk klaar, dus we kunnen hier een beetje gaan speedrunnen als we het nou zouden gaan willen. Maar ja, zelf ben ik niet echt een speedrunner. En volgens mij staat hier nog ergens een leven. Ik wou een leven hebben, niet zo'n stom bloemetje. Want zo'n bloemetje, daar heb ik nou niks aan. Weet je wat? Zoek het uit. Bekijk het. Jij gaat schieten. Ik ken jou. Ik weet hoe gemeen dat jij kan zijn. Gemeen. En over gemeen gesproken. Weet je wat? Ik kan op zo'n bullet... Ja, maakt uit. Over gemeen gesproken. Heel veel van jullie... Die waren er al een beetje, zeg maar... angstig over de hardcore-serie. De Towler en ik hebben absoluut geen hekel aan elkaar. We zijn eigenlijk hele goede vrienden van elkaar. En tijdens de hardcore-serie is het af en toe wel eens een beetje dat we zitten... We zitten altijd te klooien in de opnames. Waarom? Dat is gewoon lachen. Dan moet hij mij weer hebben, ik moet hem weer hebben. Maak je daar absoluut geen zorgen over. Ik bedoel, we hebben echt altijd de grootste lol met het opnemen. Dus serieus, don't worry about that. Goed. We hebben dus IJshammer Bros. Leuk. Je kunt ze zeg maar allemaal verslaan, maar ja, zoals altijd, het gaat zeg maar om die tooddingetjes te verzamelen, dus oh, volgens mij wordt hij wakker. Ja, hij wordt wakker. Ik zal jou eens even killen dan. Ik vind het zo mooi dat ze hier elke keer ook de muziek terugbrengen eigenlijk van Mario 3, want dat is eigenlijk waar die muziek ook vandaan komt, Mario 3. Dus, maar eigenlijk oorspronkelijk van Mario... Volgens mij was dat Mario Bros. Dat je dat zeg maar met z'n twee kon doen. Oké, in ieder geval. Wereld 3-3. Daar gaan we nou als eerste naartoe. Want we zien een one-up huisje en die zijn altijd leuk om te doen. Ook al heb ik 99 levens, ik zou one-up huisjes toch blijven doen. Omdat er zijn verschillende one-up huisjes. En ik ga proberen te laten zien wat de beste manieren zeg maar, zijn om die one-up huisjes zeg maar, te pakken. En de meeste levens daar te krijgen. Ik bedoel, dat is net zo makkelijk. En het is hier ijskoud. Maar op een of andere vage manier hebben we zeg maar niet het probleem dat hier het water bevroren is.
Dit zijn allemaal van die stages die eigenlijk best wel vervelend zijn op het moment dat je dus zeg maar met multiplayer speelt. Ik bedoel, de ene die gaat dan of super snel en de andere gaat super langzaam. En kijk eens wat we hier hebben. Ah, sneaky, sneaky. Maar ja, dat had je eigenlijk kunnen weten omdat, ja, die plateaus die gaan er dwars doorheen. Dus ook al is het... Zat er boven nou niks? Waar zit ik te twijfelen? Volgens mij staat er boven iets. Oh ja, je hebt ook nog eens een keer beter dat je kan zwemmen. En ik zit hier nou niet echt op mijn gemak. Ja, oh. Als dat geen... Wij gaan er gewoon vanuit dat daar niks zit. Wij gaan er gewoon vanuit. Oké, mag ik een ster of een leven? Ster of een leven? Ster of een leven? Doe maar een ster. Ster! Juist! Kunnen we een beetje snelheid hier doorheen maken, want ik zat er best wel even goed vast. Hou ik niet van. Zat er bovenin een secret? Oh, ik ben bang dat ik een muntje vergeten ben. Please, laat me geen muntje vergeten zijn. Oké, jij moet vallen, anders hebben we een probleem. Ik krijg een mail. En we krijgen weer een pingwing suit. Ik hoop niet dat ik nou een muntje vergeten ben, jongens. Ik bedoel, deze muren die zien er nogal uit alsof dat je daar zeg maar doorheen zou kunnen. Pas op, hè. Ik weet dat jullie die houden van... Oh, please, please. Please, game. Mooi. Ik ben geen muntje vergeten. Goed zo, goed zo. Oké, nou als we een muntje vergeten, zeg maar... Het doel is nog steeds dat we dus alles netjes 100% doen. Dus overal moeten we alle muntjes gaan halen. En nogmaals, ik weet niet alle levels uit mijn hoofd. Mijn excuses daarvoor. Ik ken niet alle levels uit mijn hoofd. Als ik dat zou kunnen, dan... met hele oude spellen ken ik dat heel goed. Maar met dit spel helaas dus niet. Dus dank jullie wel vast voor het begrip. Oké, nou even die muntjes pakken. Yay, muntjes. Ik wil nog meer muntjes. Ik wil ze allemaal. En nou had er iemand al in de comments neergezet. Ja, ik ga niet meer zeggen van let op voor spoilers. Elke video is eigenlijk gewoon praktisch hetzelfde. Op het moment dat je naar de reacties gaat, weet je dat je dus zeg maar spoilers tegen kan komen. Ik had ook een waarschuwing neergezet bij de hardcore serie. En toen werd er ook nog gevraagd van waarom de spoiler? Niemand is dood gegaan. Spoiler! Maar ja, op het moment dat je dus zeg maar in de comments neer gaat zetten dat er bijvoorbeeld in de hardcore serie niemand is dood gegaan, dan weten de mensen al dat er niemand is dood gegaan in de hardcore serie. Dus hey, leven. Maar ik mis een muntje. En dit is het einde van het level. Ik mis iets. Ik mis hier iets. Oh boy. Dat was niet slim. Dat was niet slim. Dat was niet slim. Oké. Als daar niet de secret to everybody zit, dan zou die dus zeg maar... ergens... Of hij zit daar wel? Weet je wat? We gaan gewoon het level verder. En hopelijk zit daar het muntje niet. Want anders mis ik een muntje. Moet ik heel dat level opnieuw gaan doen. Wat weer extra opnametijd gaat zorgen. En daar ben ik niet echt fan van. Vervelend, hè? Oké, nou, laat dit niet het einde zijn. Goed zo. Ik was heel eventjes bang dat dit het einde zou zijn. Nog een pingwing suit. Heel erg leuk. Kunnen we extra puntjes krijgen? Serieus, vroeger was het inderdaad leuk om je highscore te vergelijken met je vrienden en zo. Maar tegenwoordig, tegenwoordig is dat niet echt meer... Ah! Oh, nee. Oh, nee. Oh nee. Please laat die barrel respawnen. Please laat die barrel respawnen. Die barrel respawnt. Oké. 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 Zit nog in de clear. Hey, die barrel. Vanuit hier doen, denk ik. Yay! Oké, normaal gesproken springt er iemand zeg maar achteraan en drukt op de A-knop. Heel erg simpel. Nou, wat ik jullie ook nog heel eventjes wil vertellen voordat... Nou, trouwens, we hebben hem al. Sommige afleveringen van New Super Mario Bros. Kunnen nogal aan de korte kant zijn. Aangezien dat, ja, het zijn levels. Je gaat er doorheen. En als ik zeg maar afleveringen zou maken van een half uur... Dan zou dit een extreem korte serie zijn. Wat in botsing zal gaan komen met de volgende serie die al klaar staat. Ja, ik heb al de volgende serie heb ik al klaar staan. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Dus ik weet dat dit is een beetje aan een kortere kant aflevering. Maar ja, soms dan zit hij wel eens op de 20 minuten. Dus het kan wel veranderen. Dus ik doe nog heel eventjes het One-Up huisje speciaal voor jullie. Vind ik wel zo netjes. Dus hou daar wel een beetje rekening mee. Nu Super Mario Bros. Kan sommige afleveringen hebben die zeg maar onder de kwartierlimit zitten. Dus hou daar rekening mee. Doe mijn best om zoveel mogelijk te gooien. Oké, what a blast. Wow, voice crack. What a blast. Deze die is een beetje tricky. Je kunt ze dus zeg maar niet allemaal pakken. En wat ik normaal gesproken doe is... proberen hier 5 levens te krijgen. Dus laat ik het hopen dat ik het voor elkaar kan krijgen. Go! Oké, ik had er maar 3. Nou ja, het zijn er toch weer 3. Deze vind ik sowieso wel een beetje lastig hoor. Maar dat maakt niet uit. Dus, spend your star coins. Ach, houd toch je muil, man. Dat weten we ondertussen wel.
Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leukste momentje zoals ik dat... Ik mag deze aflevering nog niet afsluiten. Het spel laat mij niet dit... Nee, laat het niet gebeuren. Ik wou gewoon eventjes afsluiten, maar ik... Auw. Oh, die pennen, die staan er alweer. Ze staan al klaar met de pennen. Ze willen nog een 30 erbij schrijven, maar dat laat ik niet gebeuren. Nee, laat dat niet gebeuren. Ik heb 69 muntjes, ik weet het. Maar ik heb weer 3 paddenstoelen erbij. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Morgen gaan we natuurlijk weer verder, zoals altijd, met nieuw Super Mario Bros. Wii. En dan gaan we naar de Ghost House. En de Ghost House is de eerste waar dus zeg maar in wereld 3 een secret exit zit. Dus mag ik even wat groter zijn? Dat vind ik al wel van weinig. Dankjewel. Dus dank jullie allemaal voor het kijken. Heb je een, ja, heb ik al gezegd. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. En ja, ik hoop jullie morgen te zien. Bedankt voor het kijken. Tot morgen, jongens. Doei!